Ziezo, voorbeschouwing naar het BK van dit jaar kan niet zonder onze titelverdediger. Arthur, ben je er klaar voor vandaag? Ja, ik ben er wel klaar voor, denk ik. Ik kom net van 3 weken hoogtestage, dus dat is eigenlijk dezelfde periode als ik, dezelfde voorbereiding als ik vorig jaar heb gedaan. Dus allez, ik denk, vorig jaar heeft dat geloond, dus ik hoop dit jaar dat die voorbereiding mij ook gaat lonen. Laat ons zeggen, vorig jaar toch nog iets wat een verrassing. We hadden jou al natuurlijk hoog gepositioneerd zien, maar die beste titel had niet verwacht. Nu moeten we zeggen, ben je een van de grote favorieten natuurlijk. Hoe voelt dat nu? Ja, natuurlijk. Als titelverdediger ben je altijd favoriet, denk ik. En dat is ook wel eens leuk om zo aan die start te staan. Natuurlijk, dat is iets meer druk, maar ik heb mijn titel al binnen, dus ik bekijk het dan meer op die manier. Mogen we onderstaan, iets minder druk, maar je gaat er natuurlijk nog te vol over gaan. Wanneer ben je tevreden vandaag? Podium, daar moet ik altijd tevreden mee zijn, want er zijn ook een paar nieuwe namen die vorig jaar niet meededen. Die heel moeilijk te kloppen zullen zijn. Maar ik ga mijn uiterste best doen en we zien wel waar het schip dan strandt. Oké, bedankt. Veel succes, Arthur de Jager.